Hallo, leuk dat je kijkt naar nieuwe Lucie en Denise. Ik ben Lucie en vandaag ga ik jullie een Jewelry Favorites laten zien. En Jewelry was een goede maand voor producten voor mij. Ik heb er heel veel van genoten en daarom ga ik jullie mijn favoriete sieraden, make-up producten, etenswaren, parfum en kleding laten zien. En als je benieuwd bent wat ik allemaal deze maand heb gebruikt en waar ik helemaal in love mee ben, blijf dan vooral even kijken. Jongens, het eerste wat ik jullie ga laten zien, omdat ik het niet echt vind passen met de rest van de shit die ik heb, zijn sportartikelen van de Primark. En ik heb ze nog niet gedragen tijdens het sporten, dus daar kan ik nog even niet echt iets van zeggen. Maar toen ik het zag, ik ging met een vriendinnetje naar de Primark en ze hadden eigenlijk helemaal niet mijn maat. En toen vond ik deze en ze heeft deze nog uitgelachen, want ze zei dat het ethisch print is, but I don't give up. Guys, het is bijna zebra-achtig. Maar het is hele goede. Het is stretchy, maar niet te stretchy, weet je. Want als je het dan vaak genoeg draagt, dan is het blubber. En dit veert terug, zeg maar. See that? You see that? En deze was 11 euro, dacht ik. Kaart zit er nog aan. 9 euro, jongens. Daarnaast, want je kan natuurlijk niet alleen in een sportbroek sporten, heb ik een shirtje met lange mouwen. Waarom ik deze heel graag wilde hebben, is omdat ik het liefst sport in lange mouwen t-shirts. En dat komt omdat ik dan het idee heb dat ik meer ga zweten, dus dan ben ik meer aan het doen voor mijn lichaam. En ik heb een hele tijd ook getraind. Daar weten jullie iets meer van als jullie naar mijn What's in My Closet video hebben gekeken. Of What's in My Room. En ik heb een beetje te veel sportkleding voor het werk dat ik niet lever, zeg maar. Dus toen dacht ik, als ik nou iets koop wat ik echt nu ga dragen, dan ga ik misschien ook sporten. High five if you feel me on that one. Maar ja, deze was ook 9 euro. Dus samen heb je dan voor 18 euro een set, als het ware. Nou, dat waren de kledingartikelen. Vervolgens heb ik etenswaren / drinken / kauwgom. En dat is van een Amerikaanse webshop voor etenswaren. Kelly Expat, geloof ik. Ik heb gisteren nacht weer een bestelling gedaan. Kool-Aid Pink Lemonade. En dit komt niet omdat ik te veel naar Beyoncé's Lemonade heb geluisterd. Ik ging altijd in Amerika naar mijn oma toe. En dan had zij altijd Pink Lemonade Kool-Aid. En ik heb dit echt zo lang gezocht. En nu heb ik het eindelijk gevonden op zo'n Amerikaanse website waar je eten kan kopen. En het was echt heel goedkoop. Ik dacht iets van 60 of 70 cent per pakje. En ik heb ze gewoon in bundeltjes van 5 gekocht. En je kan hier heel veel mee doen. Ik geloof dat je hier 1,5 liter of 2 liter mee kan maken. Of moet maken zelfs. Anders is het te sterk. En dan kan je zelf beslissen of je er extra suiker in wil doen of niet. Ik zou het iedereen aanraden die nog nooit pink lemonade heeft gedronken. Want het is delicioso. Vervolgens heb ik een big red pakje kauwgom van 5 in een pakje, zeg maar. Ik had hier, geloof ik, hoeveel had ik gehad? 10 pakjes van gekocht. Van het geld maakt het niks uit, maar ik denk niet dat het zo goed is om zoveel kauwgom te eten. En dit is mijn laatste pakje, rest in peace. En het heeft mij deze maand in juli heeft het me heel veel geholpen, want ik vind het gewoon zo lekker. Het is cinnamon flavored en I love cinnamon. Cinnamon is kaneel. En kaneel vind ik gewoon lekker om overal in te doen. Dus als je dit ergens ziet, misschien een jamin, koop dit, want het is lekker. Dan als volgende heb ik een sieradenset van de H&M. En dat zijn van die, ik moet dan altijd denken aan de Hills, weet je, dat Spencer en Heidi helemaal losgeslagen worden op die, edelstenen. Ik ben het woord echt kwijt. Maar in ieder geval deze. Er zaten 2 armbanden in. En ik hoop dat het nu niet uitgezoomd is en dat je niet kan zien. Maar ik vind het echt heel schattig. En dan een ring. En deze 2 ringen heb ik niet echt nodig in mijn leven. Dus een witte kan ik ook op zich dragen.
En dan een andere. En een grijze. Deze vind ik net iets te groot. Maar wie weet komt die straks nog in mijn leven van toepassing. Oké, jongens. Dan heb ik Downtown van Calvin Klein. En dit was, dacht ik, 30 milliliter of 100. Ik weet het niet, ik kan het niet lezen. Aan blaar. 50 milliliter. 50 milliliter. En deze heb ik van mijn allerliefste Kerima gekregen voor mijn verjaardag. En waarom ze me dit heeft gegeven voor mijn verjaardag is omdat ik altijd naast haar zat tijdens school. En zij had dit dan op en dan ging ik zo naast haar zitten en zei: hallo? May I have one split, please? Hallo? Please? En toen gingen we laatst uit eten en toen gaf ze me dit voor mijn verjaardag. En toen dacht ik echt: Bless you, Kerima. Thank you so much. Want dit is echt mijn favoriet. Laat me nu eens buiten toch, want ik heb nog niet gedaan vandaag. Dan heb ik hier een oogschaduwpalet. Deze hebben jullie, als het goed is, in mijn AliExpress make-up haul video gezien. En deze was echt het goedkoopste wat ik volgens mij had. In vergelijking met hoeveel je ervoor krijgt. En ja, ik ben nog steeds heel erg verliefd op deze oogschaduwpalet. Ik heb het heel veel gebruikt deze maand. Ik heb het nu op mijn ogen. Ik gebruik het steeds om een beetje een heel lichte everyday smoky eye effect te creëren. En dan een beetje een eyeliner met een iets donkere shade te doen. En het werkt perfect. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan even in mijn video hoeveel het kost en hoe je eraan kan komen, et cetera. Dan van Elf heb ik hier een Fiji Matte 83604. Bronzing en blush palette. En dat is de blush en dat is de bronzing poeder. En I love it. Ik heb het nu ook op. En het is niet te donker en ook niet te licht voor mij. Het is misschien juist, ik weet niet, jullie zijn altijd de judgers. Jullie kunnen mij vertellen of dit een goede kleur voor mij is of niet. Het is natuurlijk niet goed naast mijn hand, maar wel naast mijn gezicht. Dan, dames en heren, heb ik van Vichy Laboratories heb ik van Dermablend. Cricket. Van Dermablend heb ik de poeder en de foundation. Ik heb het nu op. De zon gaat weer schijnen, dus ik hoop niet dat je te veel imperfections ziet. Maar dit heeft heel erg bij mij geholpen de afgelopen maand. In het bedekken van mijn acne, waar ik onder lijd. En dit houdt, ze zeggen dat het houdt voor 16 uur, dat doet het zeker. En ik ben heel erg blij, want dit werkt heel erg goed voor me. Lijd jij onder acne, raad ik je dit heel erg aan. Want het is juist, het is niet zoals wat je bij de kruidvat kan kopen. Gewoon een 3 euro foundation die niet goed is voor je gezicht. Dit kan langer duren voordat je de wonderen ervan ziet. Het heeft mij nu ook een maand gekost en ik merk nu pas zeg maar echt verbeteringen. Dus ik denk dat ik het nog even moet gebruiken om te zien wat de volledige verbeteringen zijn. En dit gebruik ik dan om het te zetten. En dit werkt heel goed. Mijn huid wordt wel een beetje witter achtergelaten dan met mijn andere setting powder. Maar ik ben wit. Dus ik moet niet gaan playen en met een gele of roze-achtige undertone poeder gaan aankomen. Want dat werkt niet bij mij. En dan als laatste, ik heb nu alles in reverse gedaan. En we flip down, we're in reverse. Missy Elliott. Dit is de NYX Studio Perfect Photo Loving Primer. En dit doe ik elke dag op voordat ik mijn make-up op doe. En I love it. I love it. Er staat zelfs: experience the magic yourself. The secret is yours to be kept. Oh shit. Well, I guess I didn't do that because I shared my secret with you guys. Sorry, NYX. Het werkt heel goed. Ik merkte in het begin wel heel erg dat mijn gezicht er juist oily van werd. Maar nu doe ik een beetje minder op. Want eerst dacht ik dat ik hetzelfde moest opsmeren als dat het een moisturizer was. Dus ik deed heel veel. Don't kid yourself, okay? Don't kid yourself. Hier heb je maar een klein beetje van nodig. A little bit goes a long way, okay? Ik kan hier niets verder goeds en positiefs over zeggen dan ik al heb gedaan. Lieve dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond je het leuk? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Eentje is ook goed hoor. Er is geen knop voor twee.
Een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op ons, maar zou je dat wel willen doen, dan is hier een knopje. Aan deze kant is hij. Ik weet het weer. En ja.